Een hele goede dag, dames en heren. En super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Mike. Welkom bij de video. En ik ben vandaag niet alleen. Want Fabienne zit hier naast me. Hi. En wij zitten hier in de auto, maar niet rijdend. Nee, wij staan stil. Voor de Hollywood Drive Café. Voor de mensen die het niet kennen, de Hollywood Drive-in Café. Daar kan je dus heel bijzonder eten halen. Vooral namelijk Amerikaans fastfood. Ja, Amerikaans als ik het goed, eten. Als ik het goed begrijp, ja, echt de pancakes en dat soort dingen. De bijzondere toetjes en zo. En ik dacht, nou, het is misschien wel leuk. Ik ben er nog nooit geweest. Dus ik dacht, Fabienne ook niet, nee, uiteraard. Dit wordt onze eerste keer. Ja, nou, je zal het misschien niet geloven. Er staat gewoon geen rij. Het staat helemaal leeg tot aan de drive-in toe. En ik dacht, nou, misschien is het wel leuk om een video om dat een keer te doen. Dus ik dacht, ja, ik ben benieuwd. We gaan er naartoe en we gaan eens kijken hoe het is. Maar voordat we kunnen eten, moeten we eerst eten bestellen. Dus ik denk dat dat stap nummer 1 is. Ja, gaan we doen. Let's go! Nou, we gaan eens even kijken, want ik weet niet precies waar de ingang is, maar ik denk dat dit hem is. Kijk, hier heb je ook al de menukaart. Oh, we moeten... Ja, ik zie het, ja, daar. Ja, daar zag ik net iemand. Kijk, er is hier een klein hoofdje om de hoek. Oh. Mag ik 1 chicken Philly sandwich? En dan de Philly cheese stick. En dan willen we als toetje nog de American pancakes en dan de Kinder Bueno. Het ruikt zo ontzettend lekker. Ik zweer, er komt een walm van eten naar binnen hier. Daar zeg je u tegen. Als we meteen 2 keer rechts gaat en dan op de parkeerplaats gaat staan, zo dicht mogelijk een beetje bij onze Hollywood Event Center bord waar wij staan. Ja. Dan kan mijn collega makkelijker vinden. En als ik een vlagje aan tussen het raam steek, zo meteen dan... Oh, ja, is goed. Nou, ga ik doen. Dankjewel, hetzelfde. Doei doei. We hebben gewoon een vlag. Tussen het raam, hallo, maar wij hebben al iets tussen het raam. Wij kennen dit inderdaad echt niet op het raam, dan moet je kijken. We hebben zo'n raamwindscherm. Oh, kijk, hier staan allemaal vlaggetjes. Kijk hoe lachen, joh. Je ziet daar een vlaggetje. Je ziet daar een vlaggetje. Achter me zie je ook iemand met een vlaggetje tussen het raam. Stop, 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 stop. Oh, dit. Wij hebben nu ook een vlag. Ja, maar we moeten echt oppassen voor die zijwindscherm. Kijk ons vlaggetje. Kijk die vlag, gek. Hé, hey, dat is echt gaaf dat je doe zo... nog eens omhoog. Ja. Nou, ik ben echt benieuwd. Ik ben echt fucking benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ik vind het wel leuk dat we zo'n vlaggetje meekrijgen. We waarschijnlijk moeten hem wel weer inleveren, maar ik vind het wel leuk. Zou dat voor ons zijn? Zet dat voor ons, ik heb zoveel honger. Nee. Ze gaat naar de verkeerde auto. Mensen zijn hier toch een foutin dan kwijt? Ja. Ik heb 2 broodjes en 1 toetje samen en ik ben 30 euro kwijt. Laat staan dat je 2 volle zakken hebt. Dan ben je toch gewoon bijna 150 euro kwijt? Misschien wel. Ja, nee. het is wel duur. Tenminste, dat vind ik persoonlijk. Want je betaalt voor, wat heb ik? Ja, ik heb een chicken Philly sandwich. En dat is letterlijk alleen een... broodje met kip erop en dat is al 8,25 euro. Ik krijg geen patat bij, gewoon helemaal niks. En dan hebben wij een pancake, een Kinder Bueno pancake. En die is ook 8 euro nog wat. Alles moet je een keer proberen. Het ziet er wel verdomd lekker uit. Dus als het waar voor je geld is, misschien is het, dan valt het wel mee de prijs. Ja. Dus het is misschien niet zo duur. Ik wil dit proberen, dus dan moeten we ook spenden. Spenden, spenden, spenden. Hey. Voel je die pijp. Hey. Ja, echt het typische. Een Fiat 500 met 3 meiden erin. Echt, jongen. Als je echt de auto voor een vrouw zoekt, Fiat 500. Hé, hey, jij mag niks zeggen. Jij wou vroeger die auto ook hebben. Ja, maar sinds ik autogek door jou ben geworden, niet meer. Door mij? Hè? Wat zeg jij? Ik ben geen auto gek. Nee. Zit hier in een Fast and Furious auto. Nou, zo vers was hij niet hoor. Nee, hij is wel vast. Ja, wel een van de snelste auto's die ik tot nu toe heb gehad. Sneller dan je Micra.
Drie keer het vermogen van mijn micra. Nou dan. En ik heb 3 micra's gehad, hè. Dan ben ik er nog niet. Echt, hè. Al zou ik voor elke micra die ik heb gehad, het motorblok allemaal, alle 3 in 1 auto zetten, ben ik er nog niet met het vermogen van dit. Toch echt zielig. En stel nou, je doet dit motorblok in een micra. Nee. Oh, you are thinking out of the box. Zo, die warmte is wel lekker, hè? Ja, man. Hé, hey, dames en heren, het is buiten zo fucking koud, hè? Echt waar, het is nou... Ja, de tijd maakt niet uit. Het is vandaag. 7. Dinsdag 7 december. En het is buiten... 5! 4 graden. Nee, hier staat 5. Hij stond net op 4. 4 graden. Het is niet gemaakt voor mij. Ik ben echt koukleunen. Hoe kan echt het nou warmer zijn geworden? Omdat je in de auto zit, dan denkt die mobiel dat het warmer is geworden. Ja. Dat geluid maak ik, hè? Jij doet helemaal geen geluid maken, ik maak het geluid. Ah, daar ga je! Ah. Denk je net met een keten, ik hoor ineens niks. Ik maak het geluid. Hey, niet zo stampen in die plas in mijn auto. Je hebt geluid aan, hè? Ja, het... Echt bizar, dames en heren. Weten jullie nog de video van een paar weken geleden dat ik vertelde dat mijn auto lekte toen we door de wasstraat waren? Dat is nog steeds niet opgelost. Het lekt nog steeds. En ik denk niet eens dat je het kan zien. Oh shit, je ziet het gewoon. Ja, omdat het zo nat is. Ik denk als ik hier met een schraper overheen ga, dat ik gewoon dat verschil ga zien. Je meent dit niet serieus, maar mijn beeld was heel de tijd ingezoomd. Nee. Ja, ik weet niet tot hoe erg dat is vanaf hier. Wacht even. Misschien is het niet erg. Heel de tijd. Ja, zo hoort het te zijn. Hi. Zo, kijk, jullie hadden geen drinken? Nee, we hadden geen drinken. Dankjewel. Doeg. Lekker. Oké. Dit is een pancake. Zo leuk, ook met de smiley. Ja. Oh, nou, ik had er wel iets meer van verwacht, moet ik heel eerlijk zijn. Ja, op de foto zag het er ook allemaal wat heftiger uit. Maar... Hopelijk doet de smaak het hem. Ja. Ja, man, dat broodje. Die ruikt lekker. Chicken Philly, ik denk dat dit jouw is. Ja. Look at this, ladies and gentlemen. Holy shit. Holy shit. Yo. En het ruikt goed, hè. En dat broodje ziet er zo lekker uit. Oh, het ruikt echt lekker. Oh, dames en heren, dit wordt smullen, zeg. Dit wordt lekker eten, zeg. Philly. Lekker hoor. Zo, dat ziet er echt lekker uit. Paolo lekker uit. Oh, zoveel zin in. Nou, laten we dan maar beginnen met eten. Cheers. Nou, cheers. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Holy shit. Zo. Erg lekker. Dit is lekker. Dit is zo lekker. Dat ik niet eens afgeleid was door die Audi RS6 die er nou net voorbij kwam. Wow. In blauw. Dit is echt lekker. Oké, dames en heren. Ik heb geen idee of er ook meerdere vestigingen zijn van deze Hollywood... Van deze Hollywood café. Maar, woon je in de buurt van Rotterdam? Het is zeker echt even de moeite om er even naar te kijken.
En erheen te gaan om wat te bestellen, want hemels. Uh-huh. Echt hemels. Mm-hmm. Mm. Oh, maar dat broodje is ook zo lekker. Wat heb jij nou op je broodje? Ja, een biefstukachtig iets. Wil je proeven? Ja. Switch? Switch. Oh, jouw kip ruikt lekker. Oké, okay, ik hou echt totaal niet van biefstuk of iets van beef of zo. Maar dit is, goed. Het is echt goed. Deze ook. Hij is lekker mals, deze. Mm-hmm. Oh, en dan die maanzaadjes die erop zitten. Mm-hmm. Perfect. Mm-hmm. Ja, dames en heren, dit is het zeker wel even waard. Ik ben ook benieuwd hoe vol ik ga zitten als ik hem op heb. Of ja. Het ook goed vult. Ja. Ja, inderdaad. Dat is echt jammer, want eigenlijk had ik er nog wel frietjes gewoon bij gewild of zo. Ja. Maar ja, joh. Ik kan niet alles hebben, hè? Nee. Ja, je hebt lievelingseten, dat is kip. En je hebt ook mijn lieveling kip, dat is yakitori kip, ja. Mamma mia. Wat geef jij je broodje voor cijfer? Dan ga je me wel lastige dingen vragen, hoor. Ja? Ja, dat is moeilijk, want kijk, ik ga het niet een 10 geven, want 10 is perfect. En het kan altijd worden verbeterd. Oh shit. Dus ik ga het geen 10 geven, maar echt wel... Een dikke 9,5, want hij zit dichtbij perfect. Echt heel dicht. Ik denk dat als er nog yakitori saus tussen zat, dat die dan voor mij echt nou, perfect was. En wat geef je mijn broodje voor cijfer? Oké. Okay. Ik hou niet van beef. Maar ik zou dat broodje zeker een 7 geven. Ja? Ja, want normaal als ik beef eet of zo, dan vind ik het al een dikke 2 of 3, omdat ik het gewoon niet lekker vind. Ja. Lust het wel, maar ik vind het gewoon niet lekker. Ja, snap ik. En die, nou, die vind ik nog wel 7-8. Mm-hmm. Staat de perfecte beef voor mij? Ja, die smaakt naar kip. Maar bestaat die ook? Beef die naar kip smaakt. Maar ik moet wel heel eerlijk zijn, ik denk dat ik dit broodje echt een 10 geef hoor. Want dat broodje is perfect, de biefstuk is perfect, de saus, de kaas, de... Gewoon, ik heb nog... Nooit zo'n lekker smeuig broodje met vlees op. Echt waar. En oké, het kan ook zijn dat ik misschien nu honger heb, maar hij is gewoon echt lekker. Dus in jouw geval bestaat er geen verbetering? Denk het niet. Nee, ik zeg je eerlijk, ik begin er best wel vol van te raken. Van de helft van de video kreunen wij alleen maar. Ik ga je echt een kreuncounter opzetten. En dan hebben we het toetje nog. Le toetje, le toetje, le toetje. Hé, hé, le toetje. Ah, ah, le toetje. Jij hebt zin in een toetje. Ik heb zin in een toetje. Wij nemen straks een toetje. Lekker genieten van een toetje. Hé, de toetje. Hé, de toetje. Ah, zo je schrok, hè? Ja. Ik vind dit broodje zo lekker dat ik gewoon zo moet... Als ik mijn eigen auto had, ik had nog een keer door de drijf in gaan. Echt waar, echt waar. Hier de keys. Waar is mijn auto? Hier de keys. That's your car. Enjoy it. Mm-hmm. Oké. Okay. Kijk. Mm. Die zag je niet aankomen. Echt vervelend gewoon. Echt gewoon. Jij schrikt ook gewoon mee. Waarom doe je dat?
Laat me even! Zo, dat weegt nog wat! Ja, we gaan echt vol zitten hierna. Dat weegt nog wat! Ik had echt niet verwacht dat het zoveel boog. Really? Maar we gaan echt... Oké, dat is een beetje balen. Mijn videocamera was ermee gestopt omdat hij een half uurtje had gefilmd. Wij waren net met toetje begonnen, dus dat staat helaas net niet op beeld. Maar hij is nog niet op. We zijn nog niet zo ver. We hebben alleen de twee Bueno's die on top waren, die hebben we gepakt. En we kwamen er dus ook achter dat dit ei... Een speeltje heeft. Ja, dat er nog een surprise in zit. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat het gewoon een ei was. Maar. Even. Dit moeten jullie horen. Dit is chocola. Ja, kijk dit. Ja. Kunnen jullie dit horen? Het is gewoon een soort van knetter chocola of zo. Fucking ziek. Echt heel ziek. Laten we alle twee even een stukje... Oké, hij heeft zo'n... Ik zei, je hebt ook een mes. Cheers. Cheers. Damn it. Die pancake is goeie, man. Wat doe je nou? Wil jij hem openmaken? Doe maar. Daaien. Oh joh. Ik heb gewoon een ei opengesneden. Een chocolade-ei. Is het een piratenschip of zo? Nee, het is een vogel. Het is een fucking vogel! Nou, dames en heren, wat geweldig. Mooi te zien. Een echte specht. We hebben nou het eten op. We zijn zover. En, Althans, we hebben deze bijna op. Maar we zitten allebei heel erg vol. Ja, echt. Het vult ontzettend erg. We hebben dus samen nu een toetje genomen. Eén toetje hebben we samen genomen. Ja, en dan samen apart alle twee een broodje. Nou, geloof me, dat is genoeg als avondeten. Ja. Nou, we zijn samen dan €27 kwijt geweest. Al bij al, het eten was lekker. Ja, het was het wel waard. Het was echt heel lekker. En ik zit vol. Ja. Want toen wij die broodjes hadden, toen deed ik het open. Toen had ik echt zoiets bij mezelf. Oeh, één broodje en dan één toetje samen. Toen had ik echt zoiets van, nou, we gaan niet vol zitten. Maar dat broodje vulde echt wel goed. Ja, het vulde echt goed. Woon je in de buurt van Rotterdam, zou ik zeggen, ga er gewoon een keer langs. Want het is het zeker waard om even een kijkje te nemen. Ze hebben hartstikke lekkere dingen. Nou, ik hoop dat jullie het ook naar je zin hebben gehad. Wij in ieder geval wel. Wij zitten weer lekker vol. Wij hebben goed gegeten en lekker gegeten. Zeker. En daarbij sluiten we ook heerlijk de video af. Laat even een like achter. Comment even. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Doe het mensen. Doe het alsjeblieft. Abonneer. Druk op die abonneeknop. Druk op die abonneeknop. Dan zie ik jullie volgende week weer bij een gloednieuwe video. Take it easy en tot de volgende keer. Doei!